15 jaar geleden is Lieven Knudden bij ons komen spelen. Als ik het goed begrijp, stond jij mee aan de basis van zijn komst. Ja, het is zo. Over 9 jaar zijn we teruggestart met de KFC Zegem. En we hadden toen een gebrek aan spelers. Dus ze zeggen, we hadden de fusie met Ingemuister en Harelbeke, die in de steiger stond. Met enkele mensen hebben we onze scouters ondergestoken, hadden we bijna geen spelers mee. We hebben dus met het toenmalige bestuur, de mensen die, zich engageerden, hebben we een aantal spelers moeten aantrekken, onder andere Lieve Knudden. Dus Lieve Knudden werd ons gepresenteerd op het einde van het seizoen. En we hebben onmiddellijk toegehapt en Lieven is hier gekomen, heeft hier dan 3 jaar gespeeld, is 1 jaartje terug vertrokken, is teruggekeerd. Ik moet zeggen dat we aan Lieven steeds een speler hadden waar we wisten waar we iets aan hadden. Hij was steeds inzet, geen gebrek, hij lag goed in de groep, hij lag goed bij de supporters. Kortom, Lieven was de ideale speler voor KFC Isegem. We konden op dat moment geen betere wensen. Lieven Knudden is dus, zoals veel spelers in Isegem, een ancien die zich goed in zijn vel voelt bij KFC Isegem en dus ook daarom zo lang bij Isegem gespeeld heeft. We weten, goed gestructureerd, altijd goed in orde. Hij was zeer tevreden, hij had goede ploegmaten bij ons. En dus is Lieven Knudden, dat was de ideale ploegspeler voor KFC Isegem. We zijn in de tijd samen toegekomen. We hebben wel een schone 3 jaar beleefd, denk ik. Een promotie, een degradatie. Spijtig dat die degradatie nu nog een keer moet meemaken. Maar laat ons gewoon, misschien was gewoon anekdotes aanhalen dat we meegemaakt hebben in de 3 jaar dat we samen gespeeld hebben. In die 3 jaar heb ik geleerd dat je, als je naar het voetbal gaat en kijkt, je boterhammetjes meeneemt met honing. Terwijl dat iedereen liever een frietje eet, had jij in de tijd boterhammen met honing. Toen dat we naar het trouwfeest moesten en jij ontdekt hebt dat de witte wijn niet aan u besteed is. Terwijl je op dat moment bitter weinig alcohol dronk en nu dat eigenlijk al met bakken drinkt. En dan hebben we nog de situatie gehad met onze vriend Christophe Lavens. De string in de cabines die legendarisch was. Maar wat ik vooral onthoud is de wedstrijdmentaliteit, de winning spirit. En nu denk ik dat we elkaar wel nog wat meer kunnen zien of dat we elkaar vroeger zijn. Ik zou zo willen zeggen dat Lieven Knudden mijn favoriete speler is, omdat dat de enige speler is die minder haar heeft dan ik. Ik wens hem veel succes. Ik zit hier intussen 8 jaar. Ik weet nog mijn eerste seizoen in Isegem. Hij wordt als juist weg naar Zwevegem. En we moeten spelen in Zwevegem, een topper, een derby. Lieven Knudden speelt op de pan van 8 tegen Isegem natuurlijk. Ik weet niet hoeveel we het al verloren hebben, maar Allee, Knudden was top. En wat horen we dan met kerstdag? Lieve Knudden komt terug. Ik zeg ja, wat gaan we dan weer doen? Nee, dat is niet waar. Knudden, ik denk dat je vrij veel bijbrengt aan onze ploeg. Zeker als dertiger dat we de laatste jaren wel zien en dat we je nodig hadden. Ik zou zeggen dat ik veel geleerd heb van u, maar dat is ook niet waar. Maar ik zou je toch wel bedanken voor de inzet en de tackles. En ook wel soms een keer de goede voorzetten. En vooral uw goals die je gemaakt hebt in die... Ik weet niet hoeveel jaar, 7, 8 jaar zeker in Isegem. Dank u wel. Ja, Lieven, we hebben bij u veel seizoenen meegemaakt. We hebben een goede seizoen meegemaakt. Enkele mindere seizoenen meegemaakt, maar we hebben kampioen gespeeld in Oostende met u. Dus het is jammer dat je woord had. Dus, het is toch dat je in je verdere loopbaan nog meerdere, hoe zou ik het zeggen, heel geluk hebt in je loopbaan en als voetballer. En nog misschien enkele, misschien kampioenschap mee, maar. Ik had het voorrecht om 3 jaar met Lieven te werken. Ja, goed. Wat mij bijbleef van Lieven was zijn toomloze inzet, zijn wedstrijdmentaliteit, zijn professionele ingesteldheid, zich op en top verzorgen. Dus hij was altijd conditioneel perfect in orde. En wat mij ook zeer bijgebleven is, waren zijn dolle fratsen, altijd op training, ook in de wedstrijd. Op en naast het veld was hij
goed, zeker en vast een meerwaarde voor de ploeg in zijn geheel. En kon hij in feite ook wel voor de teambuilding zorgen. Knut opschrijven is vrij gemakkelijk. Inzet, motivatie, winnersmentaliteit, impulsiviteit. Kortom, een man uit Edenwoord. Het gaat je goed in Peterhem. De voetbalwereld is vrij klein. Ik denk dat we elkaar nog gaan tegenkomen. Is het niet op het terrein, dan naast het terrein. En voor de mensen die het nog niet wisten of nog niet beseffen, we zullen je hard missen in elkaar zien. Een aantal herinneringen aan Lieven. 1. Ik heb Lieven zijn haar zien verliezen in KFC Isen. Ik zie foto's voor mij 9 jaar terug, 10 jaar terug. En nu is het een beetje een andere, rijpere, kalende Lieven. Tweede zaak wat ik mij herinner. De opgestoken middenvinger in Templuive naar de toenmalige sportieve directeur Werner de Bakker. Een opgestoken vinger van nijd, zoals wij Lieven absoluut al die jaren gekend hebben. Een derde punt, een topverkoper wat betreft de ontbijten voor KFC Isenheim. Daar moeten wij Lieven nog altijd voor danken en wij hopen dat hij dat volgend jaar nog een keer wil doen. En een vierde punt, iets minder talent dan zijn schoonvader Fried de Smet, maar is er toch in geslaagd zijn dochter weg te kapen. Lieven, het ga je bijzonder goed in Sparta Peterhem. Ja, Stefan, ik veronderstel dat je als wetmaster ook regelmatig goed samenwerkt met Lieven Knudde. Ja, het voordeel als ik mezelf interview is dat ik een aantal sponsors te zien heb. Nu, Lieven Knudde, ik word spontaan dronken als ik het woord Lieven Knudde hoor. Nu, het is algemeen geweten in de spelersgroep, als ik je wil interviewen, zijn, dat ik een tractatie moet geven en zo. Nu, ben ik onkoopbaar, maar het helpt toch. Kijk, ik heb een voorbeeld. Vorige week is Brecht geïnterviewd. Ik kreeg een boekje van Brecht. Van Tom Kogge is ook zo, maar van Tom kreeg ik normaal gezien altijd het dubbele. Ik verdiende ook het dubbele als kapitein van de ploeg. Geen probleem. Maar van Lieven, dat is niet normaal. Dus dat is erger dan dat keeperke van clubje, Jan Niasis. Nee, Stijn Steijnen. Dat is de laatste keer. Ik zeg, ga je alsjeblieft een keer een interview doen, zeg maar mee. Ik zou graag hebben dat je mij een kopbalspecialist noemt. Ik dacht bij mezelf, nu krijgt hij ze helemaal. Nu, wat is er gebeurd? Ik doe dat interviewtje. Lieve Knudde, 9 seizoenen aan de slag bij KFC Isenheim. Het ziet er naar uit dat we het einde van het seizoen een kopbalspecialist gaan verdienen. Een kopbalspecialist. Ik kan ze toch verdienen, hè? Ja, great old. Twee woorden, ja, dat je old zit, ja oké. Okay. En ben je aan het achterkomen, en 34 zit je old. En 30 zit je een beetje old, dus kom je aan die zijn achterna. Great daarentegen, ja, ik vind je als voetballer een fantastische speler. Een immens nuttige speler, heel goede speler ook. Dus great in die zin, maar niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Ik kan je appreciëren en ik vind dat je eigenlijk fantastisch als mens in elkaar zit. Ik ben ervan overtuigd dat je een hele goede papa zit.
ben ervan overtuigd dat hij een heel goede echtgenoot zit. Dus ik zou zeggen, ik zou gaan afsluiten met dat je al mijn respect hebt. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Merci. Alles is voorgoed gedaan. Als jij er klaar voor bent. Ik heb aan je zijde gestaan. Mijn God, ik heb je graag gekend. Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar. En daar is niet zo ver. Spreken af, ik weet niet waar, en daar ontmoeten we elkaar. Zonder jou tikt de klok even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Slaap zacht, je hebt het verdiend. Je vocht tot aan je laatste zucht. En ga, ga nu mijn vriend. Droom voor eeuwig opgelucht. Net zoals vroeger kom je wel terecht. Ik weet je vindt een thuis heel gauw. En ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd. In mijn hart blijf ik je trouw. Zonder jou tikt de klok even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. En ik weet, ik zou dankbaar moeten zijn, maar precies daarom doet het zo'n pijn. Zonder jou tikt de klok even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid. Jij moet nu gaan, weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Zonder jou tikt de klok even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Ja, lieve Knudde. Acht seizoenen dat ik ermee samen gespeeld. Ik moet eerlijk zeggen, van die acht seizoenen dat ik hier speelde, één seizoen heeft hij een keer weg geweest. Dus negen seizoen dat ik hem hier gespeeld. Dat we ons beste seizoen hebben gehad in het jaar dat hier niet was. Dat in zweven hem zat. Ik in die toekomst, ja, nog wat hoor. Dat was zeker gewoon een loperke. Ik moet eerlijk zeggen, met nep geleid hier. Af en toe had hij liep. Moest me zijn gelukkig dat er een piste was, want af en toe was hij een keer deur. En dat hij kon stutballen op de piste. Maar geleidelijk aan heeft hij toch wel zijn waarde bewezen. En is het zeker wel een speler die dus op dat niveau, zeker dat je vandaag ook ziet, in derde nationale mee kan. In het begin was hij
op en top professioneel. Dus je verzorgde hem. Je dronk in de eerste 3-4 jaar geen lekker alcohol weten drinken. Je had slaatjes, je was grote mager, je had nog geen kleuren, we hadden ook nog geen kleuren. Maar dus hij is seks voor de wedstrijd en al. Dus allemaal dingen dat we hem echt moeten afleren in. Want op een bepaald moment zie je dat toch wel in dat toch allemaal niet haalbaar is. En dat een top toch niet haalbaar is met zulke dingen achterwege te laten. Dus moet je eerlijk zeggen, de lieve hebben we geleidelijk aan omgevormd tot de lieve knudde dat nu is. En ik ben er fier op dat ik hem eens tien kan bijdragen he, tot de persoon dat hij geworden is. En ik denk dat hij goed geëvolueerd is en dat hij nog een schitterende toekomst tegemoet gaat in Petegem. Ik heb Petegem ook een paar keer aan het werk gezien. En dat is een ploesje die hem ook wel gaat liggen. Een skippersploesje, een lopersploesje. Dus dat gaat ideaal zijn voor hem. En ik denk dat hij nog vele jaren, ik heb nog veel contact op mijn lieve. En het blijft voor altijd ook een goede maat. En ik hoop dat hij nog vele, vele jaren kan voetballen, vele jaren gelukkig kan zijn met zijn vrouwtje en zijn gezin. En voor de rest wens ik hem alle goeds toe moet zijn voor de toekomst. Lieve knudde, wacht hoor, ga eens naar het toilet. Hè. Ja, maar nu gaat dat dan niet! I'm a kamika! Ja, lieve knudde, ja, het is een beest, hè. Het is wel goed gast om mee, als jonge gast mee te spelen. Oké, okay, is soms wel een beetje cru en een beetje rechtuit, maar toch, als het moment daar is, is hij er wel om te helpen. Dus ik moet zeggen, het laatste jaar is nu wel het beste jaar dat ik heb met lieven. Dus het is mijn vriend, laat het ons zo zeggen. Dus ja, ik wens aan het beste toe volgend jaar in Petegem. Maar ja, dat zal wel. Ja. Het is een goed gast, dus ja, ik wens aan het beste toe. Ja. Lieven, we moeten u bedanken. Van de supportersclub en van Hans KFC Isham. In bijzonder van Meter Roos van de supportersclub. Voor al die jaren die je bij ons gespeeld hebt. En veel succes in Sparta Pita. Ja, lief. We spelen nu ongeveer een seizoen of vier samen. Het lijkt me al 10 verzekering, maar goed, 4 is meer dan genoeg eigenlijk. Ik zou samen met een goeie en allemaal is het. En een toffe gast en allemaal, maar we er weet naar beter is het eigenlijk. Het veld, een van de grootste klootzakken dat ik ooit mee topen gespeeld heb, zeker wie. Maar daarnaast zijn we wel een goede gast en we hebben veel plezier gehad. En ik wens je het beste, zeker in Petegem. En ik zou nog veel kunnen zeggen, maar je weet dat ik niet goed ben voor de camera. We hebben samen een interview gedaan en dat zijn je meer dan genoeg. Dus ik ga het hierbij laten. Veel succes in Petegem. Ja, we staan hier met Stijn de Deijer. Stijn, een 2-1 overwinning, al bij al gemakkelijk. Dus dat ziet er goed uit voor volgende week. Ja, volgende week pâturage. Petegem verliest vandaag, dus we staan alleen aan de leiding. Heeft dat nu extra druk met zich mee of blijf je gewoon rustig verder spelen? Goh. Och, zevert nu jongen. Oké, dankjewel en veel succes volgende week. Dankjewel. Jolie, twee periodes samen gespeeld. De ene beter dan de andere. Maar nu we zitten naast elkaar. Het eerste dat ik ga missen waarschijnlijk is Wevenham van jou. En dat er waarschijnlijk in die nefjes niet zoveel algepan gaan nodig hebben, gelijk dat je er nodig hebt. He, dat zal een ouderdom zijn, maar desondanks, dit professional dat je hier brengt. Misschien wel hoor, dat ik veel aan de bijen wil zien, maar van knudden, dat was speciaal meer nog als zijn voeten. Want de jongen moest alle wedstrijd ingetaped worden aan alle twee zijn voeten en dat was er nog een klein beetje werk aan. Maar massage, daar was hij nog zo zot niet van. Wel een klein beetje warmer op de knie, omdat hij wel een beetje last had van zijn ene knie. Maar het was nog wel een toffe gast anders is te knudden. Ja, dat is speciaal om te bemerken dat hij zelf bij hem had en hij gaf dat dan overal mee. En ik moest dat ons gewoon inwrijven. Als je van dat was zijn product dat hij altijd meest bij hem had. Hè. We geven het laatste woord aan de peetvader van onze spelersgroep, Erik de Pop. Het is altijd een jongen die bij ons goed aangekomen is, tot een goede speler, met een gewaardige fysiek. En dat klikte van eerst keer. Zelfs hedendaagse is nog altijd een van de betere en die altijd ten dienste van de ploeg werkt, ook buiten het plein.